Uitwerking van de opdracht Jupiter Flyby, behoren bij het examen 2016, tijdvak 2. Lees eerst het artikel wat er al staat. Kijk eventjes wat alle gegevens zijn. Dus druk eerst even op pauze en kijk dan eventjes wat er allemaal gevraagd wordt. Er worden 3 verschillende modellen gedaan. Ja? En model 1 wordt eerst bekeken. Eerst eventjes gegevens. Ja, de massa van een ruimteverkenner wordt gegeven. En het gaat over Jupiter. Ja, dat kun je straks in BINAS van allerlei gegevens opvragen. En gevraagd wordt dus nou in dit model. Ja, dan gaat hij bij Jupiter langs. En model 1 is een bewering. Namelijk dat de snelheidswinst ontstaat omdat hij naar de planeet toe steeds sneller gaat. En de vraag is dus, waarom heeft Christie geen gelijk? Wel, het is inderdaad zo dat als hij erheen gaat, dan zal hij inderdaad iedere keer sneller en sneller gaan. Maar als hij teruggaat, dan zal hij iedere keer natuurlijk trager gaan, want dan wordt hij weer aangetrokken door Jupiter. En de snelheidswinst wordt dan weer in totaal teniet gedaan, oftewel er is geen snelheidswinst in totaal. Dus Christie heeft geen gelijk. Dit was een 1-puntsvraag, dus is niet zo bijster interessant om de puntenverdeling hiervoor te geven. Dus we gaan snel naar vraag 2. Het hele verhaal van zo net even in 2 regels samengevat, de gegevens. En bij model 2 wordt allereerst een berekening gevraagd voor de snelheid van Jupiter in een baan om de zon. Hoe bereken je de baansnelheid? Nou, als ik bij een cirkelbeweging, dan denk ik altijd eerst aan de middelpuntzoekende kracht. Nou, voor een cirkelbeweging heb je een middelpuntzoekende kracht nodig. En die middelpuntzoekende kracht, die moet worden geleverd door een andere kracht. En dat is in dit geval de aantrekkingskracht van de zon op Jupiter. De gravitatiekracht. Dus die twee zijn aan elkaar gelijk. De middelpuntzoekende kracht is in dit geval de gravitatiekracht. Je vult de formule zin, middelpuntzoekende kracht is m keer v kwadraat gedeeld door r, waarbij de m de massa is van een cirkelend voorwerp en de gravitatiekracht is g, de gravitatieconstante, BINAS, tabel 7, weer de beide massa's, dus die van de planeet en van de zon, Jupiter en zon, en de baanstraal. Nou, je kunt het een en ander wegstrepen, hè, de r links kun je wegstrepen met het kwadraat aan de rechterkant. En de massa van Jupiter van de planeet doet ook links en rechts niet mee. Dat betekent dus dat ik de massa van de zon natuurlijk wel moet hebben. En die omloopbaan, straal. En die haal ik uit BINAS. Ja, BINAS, dan zie je hier Jupiter. En hier kun je alle gegevens uithalen. Oftewel, en trouwens de massa van de zon staat weliswaar niet in die tabel, maar 2 tabellen verder, hè, de gegevens van de zon. Invullen. Ja, let op, g is natuurlijk niet 9,81. Hè. De gravitatieconstante is universeel, staat in BINAS 7, ergens bovenaan. Nou, dit kun je allemaal uitrekenen en dan krijg je tenminste, als je het goed hebt gedaan, een snelheid van 1,3 keer 10 tot de macht 4. En hè, dat was natuurlijk gelijk aan wat er ook hier gevraagd werd. Dus, eventjes de puntenverdeling. Ja, je ziet inzicht dat die twee aan elkaar gelijk zijn. Beide formules gebruiken en tenslotte alle berekeningen, alle gegevens correct ingevuld met het juiste antwoord. Er is een tweede manier. Want een baansnelheid van een cirkelbeweging kun je ook berekenen met 2πr gedeeld door t. En dan is het geweest van gewoon invullen. Natuurlijk ook hier weer met BINAS erbij. En let op, de omlooptijd moet wel in secondes worden ingevuld. Want je doet ook de snelheid in meters per seconde. Dus je moet hier natuurlijk wel het weer in secondes doen. Vandaar dus keer 365, 24 en 3600. En dan krijg je rechtstreeks ook weer natuurlijk hetzelfde antwoord. Iets korter misschien. Ja, maar ach, dit waren de punten voor deze methode. Ja, juiste formule, opzoeken van de straal en de omlooptijd en tenslotte completeren van de berekening. Model 2 gaat verder.
Nou, even een plaatje erbij. Ja, en de verkenner gaat zo langs Jupiter. Ja, hij gaat hier stuurtjes zo om Jupiter heen. Ja, dit is de positie van Jupiter. Die gaat dus die kant op. En die gaat zo zoep, eromheen en gaat hij dan die kant op. Ja, hier is het andere plaatje nog steeds. En er worden drie tijdstippen weergegeven. Dit is het tijdstip waarop hij dus nog ver van Jupiter verwijderd is. Dus ongeveer bij positie 1. Dit is positie 7. En dit is ergens positie 12. Goed eventjes lezen wat er allemaal onder staat. Ze hebben diverse zaken. Ze hebben de snelheid V voor van de verkenner. V na. En ze hebben twee verschillende formules erbij. En V na in de x-richting is gelijk aan twee keer de snelheid van Jupiter min de snelheid van de verkenner voor de tijd. En de snelheid in de y-richting die verandert niet. Die is gewoon voor beide keren gelijk. En belangrijk is dus dat Jupiter van rechts naar links gaat. De vraag is, leg uit dat de maximale winst van de kinetische energie gehaald wordt als je tegen de bewezen richting van de planeet in beweegt. Wel, ja, eventjes weer op de formules gericht. En dan zie je dat het gaat over de snelheid in de x-richting. Die y-richting verandert niet, dus daar haal je geen winst. Trouwens ook geen verlies bij. Maar die v na x die moet zo groot mogelijk zijn. En hoe krijg je dit zo groot mogelijk? Nou, je staat min v voor x. Dus wil je dat groter hebben, dan moet je dus voor v voor een negatieve waarde invullen. Ja? En negatief betekent dus tegen de richting in van v Jupiter. En vandaar dus dat hij tegen de bewegingsinrichting moet bewegen. Dat was een éénpuntsvraag, dus ook hier de puntverdeling is niet ontzettend spannend. Vervolgens wordt dus naar de snelheidswinst gekeken. Dat komt natuurlijk bij Jupiter vandaan. De energie moet ergens vandaan komen. Echter, ze zeggen naar de snelheidsverandering van Jupiter, ja, die merk je eigenlijk niet. En hoe komt dat? Nou, ik hoop dat je snapt van Jupiter, zo ontzettend groot. Verkenner, zo ontzettend klein, vergeleken met Jupiter. Dus daar zal het wel liggen, maar je moet het natuurlijk wel uitleggen. En het heeft te maken met de wet van behoud van energie. Ja? De winst van de verkenner is gelijk aan verlies van Jupiter. En het gaat over kinetische energie. Dus je hebt dat de half mv kwadraat van de verkenner is gelijk aan half mv kwadraat van Jupiter. Nu is de massa van de verkenner verwaarloosbaar ten opzichte van Jupiter. En dus, om het gelijk te houden, zal dus die delta V van Jupiter verwaarloosbaar moeten zijn ten opzichte van die verkenner. En ik heb het. Ja, eventjes de. Oh, je had natuurlijk ook nog het op die manier kunnen schrijven, maar ach. Hè, die verhouding is dan ontzettend klein. Puntenverdeling. In ieder geval inzicht van, hé, ja, er is een behoud van energie. Ja, de kinetische staat tussen haakjes, betekent dus behoud van energie was op zich al genoeg geweest. En inzicht dat het te maken heeft met de massa van Jupiter ten opzichte van de verkenner. Volgende vraag. Construeer met behulp van het model 2 nog steeds in diagram C de snelheidsvector van de verkenner op de aangegeven plaats. En wat er gegeven is, is natuurlijk al de snelheidsvector in plaats A. Ja. Nou, eerst eventjes de twee formules. Hè, model 2, daar ging het om. En een van de meest makkelijke dingen is die tweede natuurlijk. Want kijk, in de y-richting verandert die niet. En in de y-richting zie je hier, ja, was hij twee hokjes omhoog. Dus moet hier ook twee hokjes omhoog zijn. Dus die ga ik eerst eventjes tekenen. Zo, twee hokjes omhoog. Dan, deze. Ja. Dus, hij staat erachter, twee keer die van Jupiter. Nou, twee keer Jupiter, hè, die is hier getekend, is ongeveer één hokje. Ja, min die van de verkenner. Dus min deze, oftewel in totaal hè, krijg je drie hokjes naar links.
Nou, en die kan ik ook tekenen. En dan heb ik dus twee vectoren en die moet ik wel samen nemen. En dan krijg ik dus tenslotte die als mijn uiteindelijke snelheidsvector voor de verkenner in diagram C. De punten. Nou, hier staat die. Nou, in zicht dat die y-richting precies gelijk is. Gebruik gemaakt van die formule. Nou, dat moet op zich ook wel kunnen, lijkt mij. En tenslotte alles samen nemen. Dan een model. Ja, er komt altijd bijna wel eens een modelvraagstuk bij. En hier natuurlijk ook weer een model. Zowel in tekstvorm als in grafische vorm. En gevraagd wordt. Allereerst, wat moet er op de regel M is staan? Nou, we hebben het hier over een verkenner die richting Jupiter gaat. Dus voor de hoofdletter M moet natuurlijk staan de massa van Jupiter. Dus 1,9 keer 10 tot de macht 27 kilogram moet er natuurlijk wel bij staan. Maar je ziet al hier, hè, er staat nergens een eenheid achter, dus dat hoefde hier ook niet. Ach, als je er wel bij zet, dat mag natuurlijk op zich best wel. Dat zou totaal niet fout worden gerekend. Dan, vervolgens, vul op de uitwerkbijlage de regel xj aan. Nou, xj, kijk, hier staat die. Ja, en je kunt het eigenlijk wel vergelijken met wat hierboven staat. Kijk, er staat x is die. Nou, dan kun je hier in feite gewoon aanvullen. Xj is xj plus v. Ja, welke v van xj keer dt? Ja, dat is gewoon aanvullen en je hebt hem al. En tenslotte, waarom wordt er gerekend met x min xj en niet met x? Ja, en x min xj, kijk, die staat daar. Ja, en je ziet hier dus, r is, en hier staat in feite Pythagoras, hè? A kwadraat plus b kwadraat en dan de wortel van. En dit zijn dus dan de afstanden. Die r is de afstand ten opzichte van de planeet Jupiter. En daarom moet je natuurlijk ook hier de afstand doen van de plek van de verkenner min die van Jupiter. Want het gaat over de afstand ten opzichte van Jupiter. Dus vandaar dat je die moet gebruiken. Nou, voor ieder iets één punt. Ja, dus... En om heel te wezen, van de drie moet je zeker twee hebben. En die derde, dat is op zich ook nog wel te doen, lijkt mij. Ja, dus niet meteen in stress raken als je een modelvraag ziet. Meestal stelt het niet zoveel voor, het lijkt alleen maar ingewikkeld. Het model 3, dus van het coachmodel. Dat wordt vergeleken met model 2. En er wordt geconcludeerd dat model 2, de snelheden daarvan, overeenkomen met die van model 3 en gevraagd wordt, laat het zien met behulp van de formules en natuurlijk de formules van model 2. Nou, dat is een kwestie van gewoon invullen van de formules. Ja? Dus je pakt de twee formules en je vult alle waarden in. Dus ja, ik pak eerst deze, v na x is twee keer de snelheid van Jupiter. En de snelheid van Jupiter die heb je eerst al berekend. Hè? Die was in feite ook al gegeven, stand toon aan dat die gelijk is aan deze. En dan min de snelheid van de verkenner. En ik vul hier min de negatieve waarde in. Want hij is tegengesteld aan die van Jupiter. En als ik voor Jupiter een positieve snelheid invul, dan moet ik natuurlijk dan voor de verkenner een negatieve snelheid invullen. En als je dit uitrekent, ja, die min 1,44, die lees ik hier af. Ja, hier is de snelheid van de verkenner in de x-richting in het begin. En dan kom ik op 4 keer 10 tot de macht 4 meter per seconde. En dat komt inderdaad overeen met deze. Let op, hij komt hier op min 4. Maar dan kom ik dus, omdat ik hier ook de negatieve waarde heb ingevuld van de beginsnelheid van de verkenner. Ja, vandaar dat hij dus ook negatief ingevuld wordt. Krijg je dus net het andere teken dan uit het diagram blijkt. En die laatste, deze... V na i, dat hij gelijk blijft. Nou, dat klopt precies. Kijk, hij is in het begin 2,3 en op het eind 2,3. Dus het klopt als een bus. De punten. Aflezen van snelheid. Kijk, dit is prachtig, hè? Alleen aflezen van snelheid in een diagram krijg je al een punt voor. Dat. Hè? Nou, en dan
gebruik van de juiste waarden hierbij. En daarna nog een conclusie van, oh ja, het klopt. Vervolgens de ontsnappingssnelheid. Nou, voor ontsnappingssnelheid moet je minimale snelheid hebben. Ja, en ze wil ontsnappen uit het zonnestelsel. En dan heb je dus te maken met dat de zon graag alles bij zich wil houden. Dus je moet ontsnappen van de zon. En gevraagd, leid deze formule af. Nou, je wilt ontsnappen van de zon. Betekent dus dat je voldoende energie moet hebben om daar te verdwijnen. Oftewel, de energie die je in het begin hebt, dus als je nou bij de zon bent, die moet gelijk wezen aan de energie die je hebt als je ontsnapt bent van de zon. Energie, twee waarden, namelijk kinetische energie en potentiële energie. En de potentiële energie is hier de gravitatie-energie. De energie die hij heeft ten opzichte van de zon. De zon die probeert hem terug te trekken. Hoe groot zijn die? Nou, allereerst de kinetische energie is een half mv kwadraat in het begin. En de gravitatie-energie, die moet je gewoon kennen. Die is, nou hij staat hier, lijkt wel sterk op die van de gravitatiekracht. En op het eind, de kinetische energie op het eind is 0. Ja, want dat is, het gaat om de minimale snelheid die je moet hebben. Dus als je ontsnapt is, dan mag je stil blijven staan. En de gravitatie-energie is ook 0. In het oneindige is de gravitatie-energie op 0 gesteld. En dit is allemaal samen te brengen. En je krijgt tenslotte, als je V apart doet, dat hij gelijk is aan. Nou, en daar staat de juiste formule zoals die gegeven is. Punten. Inzicht dat je in feite gebruik maakt van de wet van bouw van energie. Met natuurlijk wel de juiste energiesoort erbij. Gebruik gemaakt van de twee formules. En tenslotte completeren van het antwoord dat je goed uitkomt. De laatste vraag bestaat uit twee verschillende opdrachten. Opdracht 1. Bepaal de eindsnelheid van Jupiter die uit model 3 volgt. En in feite ook uit model 2 natuurlijk, want model 2 was het gelijk aan model 3. Wel, je weet de twee snelheden in de x- en de y-richting, want die kan ik uit het diagram aflezen. 4 keer 10 tot de macht 4 en 2,3 keer 10 tot de macht 4. Wat is dan de eindsnelheid? Nou, je hebt iets in de x-richting, iets in de y-richting, dus je kunt die twee gewoon bij elkaar optellen met Pythagoras. En nou, hier staat hij al. De eindsnelheid wordt dus dan 4,7 keer 10 tot de macht 4 meter per seconde. Die ontsnappingssnelheid is natuurlijk niet voor niks gegeven, zo net. Want opdracht 2 is die eindsnelheid van 4,7 keer 10 tot de macht 4 nu voldoende om uit het zonnestelsel te ontsnappen? Nou, en daarvoor heb je natuurlijk die formule nodig. Je vult alles in. Weer gebruik maken van BINAS. Al deze gegevens heb je trouwens al een keer eerder gebruikt. En komt op een ontsnappingssnelheid van 1,8 keer 10 tot de macht 4. En dus is de snelheid van de verkenner groter dan die minimale snelheid. Dus vergeet niet erbij te vertellen dat de eindsnelheid dus voldoende is. Ja, het laatste is wel belangrijk, want als je naar de puntenverdeling kijkt, dan zie je dus dat op het eind het laatste punt en consequente conclusie. Dus als je die vergeten bent, ja, dan heb je toch weer een punt minder. Dat is een beetje sneu natuurlijk. Voor de rest, kijk maar eventjes na hoe je die allemaal kunt bepalen, behalen. En laatste vraag was dit, dus we sluiten weer. Bedankt en tot horens.